Hallo reviewvrienden, hoe is hij daar? Hier is hij, Parima. Ja, het baardje is lichtgetrimd. We zijn op weg naar een gladde huid. Ja, het staat gewoon niet. Ik heb gewoon geen mooie volle baard. Accepteren, zeg ik dan altijd maar. Accepteren. Mijn moeder zei vroeger altijd, Jantje, accepteer de dingen zoals ze zijn. Ook al zijn ze niet leuk, accepteren. Gewoon accepteren. Nou, de kans dus dat ik in mijn hele leven nog een volle baard draag, is nul. Want die heb ik niet. Dat is mij niet gegeven. In mijn DNA zit geen volle baard. Jammer. Maar het is niet anders. Dus ik stop er ook mee. Dit is nu al zeg maar verkort en dat gaat er straks helemaal af. En dan doe ik net of ik het nooit gewild heb. Ach, wat kan het ons bammen? Want wat zit er onder het doosje? Wat heb je nou mee, jongen? Wordt een lange dag. Wordt een lange dag. Ja. Weer mixdrankjes. Het is godverdomme nog geen 10 uur, man. Nu zijn er in supermarkten in den land verschillende blikjes mixdrank te vinden. De jeugd drinkt dat. Want geen normaal mens haalt het in zijn hoofd om dit soort bagger te drinken. Waarom? Nou, het is eigenlijk gewoon frisdrank met 5% alcohol. Want meer alcohol dan dat zit er dus niet in. 5% alcohol. Hier ook, 5% alcohol. Er mag namelijk niet meer in zitten dan 5% alcohol in die mixdrankjes. En dan zeg je, nou Jan, wat is het probleem? In een biertje zit ook 5% alcohol. Dat klopt, maar dan drink je bier. En als je een mixdrankje drinkt, dan verwacht je toch in ieder geval dat het een potje steviger is. En omdat het dus niet stevig is, omdat het dus maar 5% is, is er zogezegd geen ene flikker en zijn duivelse moer aan. Ik heb al 2 keer eerder reviews gehad. Eentje met allemaal cola's met dingen en andere mixtroep. En nou ja, nu hebben we dus er weer 3 slachtoffertjes. 3 slachtoffertjes van het groot kapitaal. 3 slachtoffertjes van mensen die denken, laten we ook maar gewoon een limonadevariant maken voor de kindertjes. Dan verdienen we meer. En ik zou zeggen, als ik dus directeur was van pak en beest Tante Greet Malibu, zou ik zeggen, nee. Ons product bevat zoveel alcohol en daarom smaakt het daarnaar. Ik ga dat niet verminderen zodat er een paar puberkoppen dat ook kunnen drinken. Ik had gezegd, nee. Principe. Als ik Peter Passoa was, dan zou ik zeggen, gaat niet gebeuren. Ze drinken maar gewoon een normale Passoa in plaats van een limonade Passoa. Ken je dat? Pechpleuris. Of dat ik meneer Smirnoff zou zijn. Dan zou ik, ja, van meneer Smirnoff moet sowieso zijn kop houden. Maar godverdikke, dan krijg je hoofdpijn van die vodka, zeg. Nou, dan is deze 5%, dan valt het allemaal wel mee. Nou ja, laten we ons gaan proeven. Op de vroege ochtend. Godverdikke. We beginnen met de Malibu Pina Colada. Wat is een pina colada? Dat is kokos. Daar staat hier gewoon. Coconut en pineapple. De pineapple, dat is dus ananas. Flavor still mixed drink with Caribbean rum. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar is. Want rum is zeker 40% en geen 5%. Er zit hier van alles en nog in. Maar dat zijn de lettertjes zo klein. Mixdrankje met Caribische rum, coconut en ananas smaak. Dat was het. Dat zijn de ingrediënten. Ik vraag me alleen af. Doen ze dan een heel klein beetje rum erin? Zodat het in de mix, maar uiteindelijk op zo'n 5% uitkomt. Volgens mij niet, want anders smaakt het er helemaal niet naar. Snap je? Nou, ik vind het ingewikkeld. Dit is de eerste pina colada van mijn leven die ik uit een blikje drink en niet uit een kokosnoot. Want ik heb het wel eens gedronken uit kokosnoot. En dit is ook de eerste keer. Gadverdamme, komt er lucht uit, jongen. En dit is de eerste keer dat ik pina colada uit een blikje drink in de ochtend. Of dat ik überhaupt pina colada drink in de ochtend. Of dat ik überhaupt een mixdrankje drink in de ochtend. Je gaat toch godverdikke nou om 10 uur een mixdrankje drinken. Nou, ik, omdat dat van moet vannacht met je. Waar ruikt het naar, Jan? Weet ik niet. Ik proef.
Punt 1, meer ananas dan kokos. Kokos kan zo'n verrotte, penetrante, heftige smaak hebben. Alsof je zo'n potje gel uit Amsterdam Zuidoost aan het uitlikken bent. Ik weet hoe Malibu proeft. Die proef je. Je proeft de Malibu. Je proeft de kokos. Je proeft de ananas. Het is helemaal niet vies. Nee, het is echt niet vies. Nee, het is echt niet vies. En het is ook niet dat je denkt van, nou, dan had er wel meer alcohol in gemogen. Of minder. Nee, dat is echt niet vies. Nou, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat ik dit toch ook wel heel erg vies zou vinden. Wonderen zijn de wereld niet uit. Ik hoop niet dat ik hier dronken word van deze review. Ik moet van alles nog wat doen vandaag. Passo à jus. Dat dronken meisjes met wie ik vroeger uitging. Die dronken passo à jus. Wat is passo à? Weet ik niet. Jus is van jus de Rans. Passoa, dat is een... wat zit erin? Dit is ook allemaal... Dit is verschrikkelijk allemaal. Wat een kleine lettertjes. Wat is dat nou toch? Waarom moet dat nou? Geconcentreerde sinaasappelsap. Passoa likeur. Met aroma's van de passievrucht. Passievrucht likeur met jus de Rans. Het zal wel... Heb ik overigens ooit in mijn hele leven passoa jus gedronken? Want ik heb de pina colada natuurlijk wel reeds genuttigd. Daar is het antwoord op. Nee. Want waarom zou ik in godsnaam passievruchtenlikeur met jus de Rans drinken? Keine blasse Ahnung, zeggen ze dan in Duitsland. Ja. Het is een beetje jus de Rans. Er zit een heel klein beetje passievruchtsmaak in. Krijgen we godverdomme nou zich. Gaat een beetje van een lampje aan. Nou ja. Goedkope jus de Rans met een beetje passievruchtsmaak. Wat hier nou een mixie aan is. Dat mag Jozef weten. Vies is het niet. Het is ook niet heel lekker. Het is ook niet echt een briljante mixie. Wat ik van de pina colada wel vind. Er is ook gewoon geen ene moer aan. Mag ik dat ook even zeggen? Hoeveel blikjes moet je hier niet van drinken? Wil je denken van nou, ik heb hem even lekker geraakt. Maar een treetje of vier erin jakkeren. Dan heb je wel genoeg vitamine C binnen. Dat dan weer wel. Het slaat een beetje op mijn maag. Normaal had ik 's morgens een zachtgekookt eitje op een mooi getoast zuurdesembroodje. Dat is toch wat anders dan een pina coladaatje in een persoonlijk jus, als je mij vraagt. Ik maak me wel zorgen waarom het licht nou opeens zo fel brandt en daarvoor niet. Dat is toch raar dat lampen zelf gaan nadenken. Dat irriteert me mageloos. Wat hebben we hier? Smirnoff Ice, vodka, classic taste of lemon. Nou, ik hoor hier dus mijn dochter van 14 hier wel eens over praten. Dat ze op feestjes is en dan hebben ze een Smirnoff Ice voor de kinderen. Ja, dan zitten ze dus gewoon een vodka drinken te drinken voor 5%. Oh, 4% zitten ze al zo in. Waar moet ik er nou voor zeggen? Ik zou zeggen, alcoholische drank op basis van Smirnoff. Nou, dan weet je het al. Ik zou zeggen, geef die kinderen gewoon een biertje. Ja, gewoon een biertje, gewoon een eerlijk biertje. Waarom zou je die mijn kinderen nou dit geven? Belachelijk. Daarnaast... Kwaakjes je ze klaar, dat we het volgende feestje zeggen, ja leuk, met je blikjes Smirnoff ijs, maar nou wil ik gewoon een keer een echte Smirnoff hebben. Nou kinderen, ik kan het je afraden, je krijgt een verschrikkelijke kop aan van die Smirnoff vodka. Gadverdamme, wat is dat een vieze vodka zeg. Ik drink wel eens een vodka, geef ik eerlijk toe. En dan niet vodka cola of vodka jus, want ja, dan kan je er alles in flikkeren, dan kan je eens goed een flesje aceton erin kwijt. Nee. Wat een vodkatje puur met ijs. Ja, bommen. Bam. Dan neem ik Smirnoff vodka niet. Want dat is verschrikkelijk. Ik neem een Stolli. Een Stolinitsa. Dat is mijn merk. Stolinitsa. En dat is Russisch. En dat zal wel weer niet mogen. Maar dat is wel de beste. Enfin, Smirnoff. Ijs. Gaat verdikken. Er zit een soort prikje in. Mierzoet prikje.
Smaakt naar een 7-Up met een bitter afdronkie. Geen spoor van alcohol. Het is een mix tussen 7-Up en een tonicie. En het heeft niks lekkers. Het is, nou ja, het is een prima frisdrankie. Ik snap het alleen niet. Het heeft er gewoon niet mee te maken. Het heeft er gewoon niet mee te maken. Tijd voor de cijfertjes! De cijfertjes worden best goed. Laten we eerlijk zijn. Het verbaast me eigenlijk. Smirnoff Ice. Ondanks dat je van Smirnoff doodziek wordt. Is gewoon een aardig frisdrankie. 4% alcohol. Je moet toch godverdomme wel heel erg mager en ongetraind zijn. En een lever hebben van een cavia. Wil je hiervan in de war raken. Maar het is best te doen. Ik krijg gewoon een 6. Een 7 voor de persoon als je. Waarom? Nou, het is best lekker. Het is gewoon jus de rans. Ja, niet de meest fantastische jus de rans van de wereld. En in de jus de rans zit dus passievruchtenlikeur. Niet dat je het enige idee hebt dat je alcohol drinkt. Maar het smaakt gewoon goed. Dus het is gewoon beste pruimen. Die heeft voor mij een 7'tje. En de Malibu Pina Colada. Ja, die wint, want ik hou van Pina Colada. Geef het gewoon eerlijk toe. Maar deze komt ook het dichtste buurt van een echt mixdrankje. Hier heb je ook het idee van dat er alcohol in zit. En de smaak is gewoon goed. Van Pina Colada Malibu. Die krijgt een 8. Nou, hartstikke lekker. Woensdagochtend. En ik zit straalbezopen hier aan de ontbijttafel. Nou, dat valt wel mee, want zoveel alcohol zit er niet in. Ik dank u voor het kijken. Ik wens u een mooie dag. En de groetjes. Dag!